Dit is Dirk Bellemakers, kersvers Giro-renner. Alles in het leven van Bellemakers staat momenteel in het teken van de Ronde van Italië. Hij laat zelfs prachtige koersen als Luik-Bastenaken-Luik bewust aan zich voorbij gaan. Na een overleg met de ploegleider heb ik besloten om Luik te laten schieten voor dit jaar. Misschien volgend jaar weer. En mij te richten op de Giro die volgende week zaterdag start. En nu ben ik wel blij dat ik even thuis ben. Batterij opnieuw opladen en de focus daar naartoe. Bellemakers moet en zal presteren in Italië. Om dat te bereiken is een goede voorbereiding van immens belang. En daarbij tellen alle details. Noem maar op, extra schoenzooltjes laten maken voor de reserveschoenen. Dan eens een keer naar de tandarts gaan om alles te laten nakijken. Ja. Het zou maar zo zijn dat je door een kapotte kies moet uitstappen. Ja. Hey, je hoort die verhaal. Nee, ik heb wel eens dat ik in het buitenland was en dat ik last van mijn tanden kreeg. Nou, er is niks niet zo verschrikkelijk om in het Italiaans en Spaans te moeten uitleggen dat het die kies is en niet die andere. Dat Bellemakers volledig gefocust is op Italië is overal in zijn huis in Lommel te merken. Zelfs de koelkast staat in het teken van de Giro. Je moet natuurlijk ook op gewicht zijn. Je moet daar niet met 2 kilo overgewicht aankomen. Of fruit eten, veel groentes eten. En niet te veel frieten natuurlijk. Want het ultieme doel van Bellemakers is duidelijk. De verzameling krantenknipsels op de koelkast aanzienlijk uitbreiden. Ja, de een heeft een plakboek, de ander die gebruikt een koelkastdeur. We proberen het beste van te maken en een paar proberen ritten uit te zoeken om ook publiciteit voor de ploeg vooruit te blijven. En wie weet houdt de ontsnapping stand tot het einde. Dus. En tot die tijd, als mensen hier in jouw woonplaats in Lommel langsrijden, zien ze jou beentje omhoog op de bank liggen. Beentje omhoog of met dit lekker weer ga ik in de tuin liggen, denk ik. En dan alles voor die dieren? Ja, helemaal klaar voor zijn en maar dat gaat goed komen.